Goedemiddag mensen, maandag 9 september. En we gaan, het is nu 20 over 1. We zijn helemaal volgepakt. Koelkast vol, alle kleding mee. En alles wat we maar denken, wat we nodig zijn, hebben we mee. En we gaan de Elsa's van Frankrijk, gaan we de route doen via Campercontact. We gaan eerst natuurlijk 4-5 dagen erover doen om daar te komen. Rustig aan. En dan de Elsa's 2 weken volgens mij. 16 dagen die rit volgens mij. En ik zou zeggen, volg ons maar mooi. We maken als het mooi is mooie beelden. Want ik heb gezien de mooie omgevingen. En dus volg ons maar. Abonneer je. Klik op het belletje als je het leuk vindt. En ik probeer om de 5, 6, 7 dagen een filmpje te uploaden. Als het te veel is, dan maak ik er 2 van. En anders zie ik dat wel weer. Nou, ik zou zeggen, rij maar met ons mee. Nou, nu nog maar een 2 minuutjes onderweg en dan staan we al bij de Aldi, hè. En de vrouw haalt nog even een paar laatste boodschapjes op. Wat ook even misschien leuk is om te vertellen, ik heb die kar bedraaid. En daar zat natuurlijk een cameraatje bij. En die pootje voor die kar bedraaid, die heb ik daarheen gezet met de camera. En nu als ik, heb ik het zo gemaakt, als ik hier op deze knopje druk, dan krijg ik direct de beeld erop. En dat, ja, het is weer schijnt een beetje, denk ik, zo even zien. Maar ik kan helemaal schuin tot de ingang van de Aldi kijken, dat voor, dus mijn hele dode hoek, wat hier rechts is, wat je niet verder kan zien dan daar, kan ik daar nu wel op zien. Perfect. Nooit geen rare uitzicht meer. En ik heb nog een cameraatje, die hoort bij de Garmin. Die heb ik ook meegenomen. Die zou ik eerst achter op de kentekenplaat doen, maar ja, ik heb wel een achteruitcamera. Dus die maak ik daarheen. Op dezelfde manier dat ik dan links achter me kan kijken. Dus, en dan heb ik een heel mooi uitzicht, want dat is een pet, hè, met zo'n grote camper met die stukken, brede stukken ertussen en zo, ja, rechts naast die kan je zien. Maar als je een beetje schuin op een weg afkomt, dan heb je totaal geen zicht. Ik vond het wel een leuk idee van mij om dit zo te maken. Ik heb het nu eerst nog even als schroef met de kabeltjes en die werk ik, maar dat zit wel goed, dus dat moet ik nog even wegwerken. Nou, dat wou ik toch nog even melden. Hier een mooie brug bij Kampen. Mooi plekje, Kampen. Dan gaan we denk ik richting Apeldoorn straks. En dit is de IJssel. Die route gaan we ook nog een keer doen van Deventer naar Kampen. Parkeren
auto. Vol. Dat is vol. Autostijger. Zo. De verlaten tolkamer, want het was vol. Slaan over 4 kilometer, linksaf naar Spijksberg. Dit is de Rijn. En als het goed is, ik weet niet dat je het kan zien op de kamer in de verte, zie je een brug en daar gaan we straks overheen. Dan gaan we nog maar even een plekje zoeken in Kleve. Nou, deze brug menigmalen overheen gekomen. Toen we al naar Kalker gingen met onze kaartclubje. En met de vrienden en ook wel met mijn vrouw en met mijn schoonouders. Ik denk in totaal misschien wel 25 keer geweest. Wat vroeger kern was het Wonderland. En het is nu Wonderland, Kalkar. En dat zit, we rijden nu op de brug, maar hier ga je straks een weggetje linksaf en dan kom je daar bij het mooie pretpark uit. Al in. Grote speelplaats voor kinderen erbij. De hele dag eten, drinken, bowlen. Ja, noem maar op. Geweldig. Vroeger kon je er nog even 99 euro, maar die tijd is voorbij. Dus ik ben nu een 240 kwijt, geloof ik, voor twee overnachtingen. Die verhouding nog niet duur, wat je krijgt. En drie keer dagelijks eten, 's morgens, 's middags, 's avonds. En ik moet u zeggen, heel goed hoor. Nou, we gaan weer verder. Nou, nieuw plekje. We staan nu net buiten de stadje Kleve. Dit hoort ook nog bij Kleve. Met de voetbalvelden hier. Hier mogen de vrachtwagens parkeren voor mij. Dat is de sportkantine, denk ik. Er staat nog één hier. En hier staan wij. Ik zal even naar de informatiebord lopen. Auto's, bussen en campers. Mogen hier staan, parkeerplaats. En hier is een informatiebord waar van alles op staat en van alles te beleven is deze maanden. Nou, dat is een herfstconcert. Maar hier nog heel wat te doen in deze maand september. Nou, hier zijn we weer in het mooie Maastricht. Al van Duitsland door Nederland naar België geweest. Een stuk van België gereden. Dan weer naar Nederland. En zo zitten we weer in Maastricht. En dan gaan we straks weer richting België. Ik weet nog wat dat we vorig jaar hier ons hadden verreden. Want toen dachten we dat dit een parkeergarage was. Doorrijden op de N627.
in Vlaanderen. Op naar Plegny-Mijns. We hebben de Plegny-Mijns. In Plegny hebben we verlaten. Het is hier vrekte koud weer, 13 graden. Hoop dat het eind van de week of van de week wel beter wordt. En we gaan nu naar Verdange in Luxemburg. Even tanken, even sigaretten kopen. En dan blijven we daar nog vannachtje. En dan gaan we weer richting Duitsland. Onder Trier. Als we het mooi zien, filmen we dat natuurlijk. Blijf kijken.
een mooi bruggetje. Er staat een 100 meter hoog. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe. Boy, it looks so good here. Living life, every day. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need
40 graden naar beneden. Nou, hier even op een tussenstop richting Redange, Luxemburg. Gaan we hier even stoppen. Of zijn we hier even gestopt. En bij een hele leuke waterval, beekje. En als je daarheen kijkt, een hele mooie château. Mooi plekje hoor. Jawel. Dan gaan we straks even een kijkje nemen. Maar we gaan niet naar binnen. Want daar hebben we geen tijd voor. Want het is alweer bijna 2 uur. En we hebben nog 1,5 uur rijden. Dus, nou. Dus nemen we wat filmpjes eromheen. De bar is open. Heel mooi hoor. En daar komt Geertje aan. Hoe vies het nou dat Geertje? Heel mooi, heel mooi. Mooi. Nou, dan staan we hier in Redange, in Luxemburg. Even net over de grens benzine getankt, of diesel bedoel ik, 1,39. Nou, was niet echt super goedkoop, maar oké. Maar het is hier een heel mooi plekje. Maar het is veranderd sinds de laatste keer. Het is, ze hebben het een beetje opnieuw aangelegd, nieuwe hekken eromheen. Daar staat nu een school. Hier sta je nog steeds ontzettend schuin. Onze zweeft wel 20 centimeter boven de grond. Abnormaal. Hier staat nu een school. Die stond er anders niet. Maar nou ja, een speeltuintje. Nog steeds intact. Met op de achtergrond het grote zwembad. Met allemaal glijbaan. Maar die is dicht, heb ik gehoord. En dit ding hebben ze hier ook nieuw gemaakt. Nou, dat is een hele vooruitgang. Net als wat het was. Maar het was een klerenbende. Dit is leuk. Hier bij de camperplaats staat een grote zuil met een grote display met een aanraakscherm. Je kan gewoon in de omgeving zien wat er allemaal is. Natuursport, restaurants. Als je dat even beet houdt. Tenminste, dat deden ze net wel. Ja. Oh. Nu even niet. Oh, jawel. Nou, heb je allemaal restaurants in de buurt. Geweldig toch? Kun je zo ook weer kijken met bakker dinges. Dan kun je weer scrollen. Dit moest bij elke camperplaats wezen. Geweldig. Dit is echt geweldig. Geweldig. Daar de camper. Hier dit. Daar het zwembad. Voetbalveld, speeltuintje voor de kinderen. Mooi plek hoor. Echt een mooie plek. Een goede morgen. Lekker geslapen in Luxemburg. We gaan nu eerst weer richting Duitsland. En we zijn net geweest in een grote supermarkt, namelijk de Cactus. En als een sigaret een diesel is die heel goedkoop. Maar gewoon het etenspul is hartstikke duur.
Dus we hebben een paar dingetjes meegenomen. De rest kopen wij wel in Duitsland. We gaan nu onderweg een mooie grote bocht. Even kijken. Tada. Toen wakker werden we 12 graden in de camper, dus ik had het heel erg koud. Henk niet. Ja, dat is ook een man, hè. We hebben het geboekt bij een campingplek, dus we hebben in ieder geval weten dat we plaats hebben. Een brugje op de treinspoor. Wat hier de benzine kost. Diesel maar 1,36 en benzine 1,49. Nou, hier ons uitzicht op deze machtige mooie camperplaats. Echt wat. Ik maak al even filmpjes. Dit is echt een geweldig uitzicht. Ja, tot later. Zo, dan staan we hier op de camperplaats Heuenblik met dit soort uitzicht. Is het niet geweldig? Is het niet geweldig? Daar staat de camper. En daar staat Geertje. We gaan even een slagje over de camping maken. Of over de camperplaats. Een geweldig plek. Alles in western stijl. En dat zie je zo wel even. Het film.
allemaal op hoogtes. De ene ziet over de andere heen. En geweldig, hè? Allemaal leuke western tafereelen. En hier een ijskoommachine. Met allemaal boeren ijs van mij. Originele Italiaanse ijs. Ja, je ziet er weer spiegeling natuurlijk. Bouwen. Bouwen ijs. Heel veel soorten, hè? En hier een ontvangstcomité met een allemaal flessen drank. Nou, poppen hadden nou wel wat echter gekund natuurlijk, maar hier ligt de pistool al klaar. De saloon. Leuk hoor. Ontzettend leuk. De houthoek, hier wordt s'avonds denk ik vuur gestookt of gebarbecued, zie ik wel. Ja, leuk hoor, leuk. En daar zijn er nog camperplaatsen, daarachter. Of eigen. Hier is biergarten, zie ik. Nou, hier even in de saloon aan een bitburger. Met deze waanzinnige uitzicht. Jongens, 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 wat een plekje. Wat een plekje. Iedereen bedankt voor het kijken. Word abonnee en klik op het belletje om ons te volgen. En een duimpje wordt gewaardeerd. Tot de volgende keer.